Op 24 februari 2022, nu 2 jaar geleden, viel Rusland buurland Oekraïne binnen. Sindsdien vallen er nog altijd onschuldige burgerslachtoffers en komen gewone soldaten om. Zij zijn de echte slachtoffers van hun machthebbers die ver weg van het gevaar over hun leven beslissen. Nu, hoe is het zover kunnen komen? Wel, Amerikaans historicus Benjamin Abelow bracht 4 mensen samen uit de VS. Een voormalige ambassadeur in Moskou, een professor internationale betrekkingen, een voormalig onderminister van Defensie in de VS en een gepensioneerd kolonel van de VS die nog bij de NAVO in België heeft gewerkt. Hun analyse bracht hij samen in 1 boekje dat wij hebben vertaald in 60 pagina's en dat wij nu aanbieden als e-book. Het krijgt veel lof onder andere van Noam Chomsky. Hun analyse is heel wat anders dan wat je van de mainstream mag verwachten. Zeer interessante literatuur.